Hallo lieve mensen, ik ga een algemene reading doen. Voor de mensen die dit moeten horen op dit moment. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ik ga het dit keer op een iets andere manier doen dan dat ik normaal doe. Dus dat gaan jullie vanzelf wel zien. Ik ga eerst hier 3 kaarten van trekken. Algemene reading. Voor deze periode, voor de mensen die deze boodschap mogen horen. Ik vind het echt koud de laatste tijd en ik ben echt een zonnemens. Ik wilde eigenlijk alweer een vakantie gaan plannen, maar nu met corona en zo denk ik toch, ik blijf nog maar even thuis. Even geduld nog dan. Waarschijnlijk sowieso in januari willen ik en mijn zus echt weer een verre reis gaan maken. Ik heb heel veel zin in. Zuid-Amerika of Midden-Amerika, misschien Azië. Kaart alsjeblieft. Laatste kaart. Welke kaart? Laatste kaart mag eruit komen. Het zijn veel te veel. Sorry mensen. Ik wil gewoon 1 laatste duidelijke kaartje hebben voor deze reading. Als ik readings ga doen, dan is het zeg maar niet dat ik denk van oké, vandaag ga ik readings doen. Dat is echt een gevoel. Dat voel ik dan opkomen van ik mag een reading gaan doen. Dat is nou dus ook. Nou heb ik 3 kaarten getrokken. En dat zijn angst, visualisatie en ontwaken. Deze 3 zijn eruit gekomen. En nou ga ik voor alle 3, dus nou ga ik voor een verduidelijkingskaart van het andere deck trekken voor ten eerste de angstkaart die eruit is gekomen. Welke verduidelijking mag ik daarop? Dan ga ik nu een verduidelijkingskaart voor de visualisatiekaart die eruit was gekomen trekken. Dat is deze. En de laatste. Voor de kaart ontwaken heb ik ook graag een verduidelijkingskaart. Even kijken. Oké. Als verduidelijking op de angstkaart is deze gekomen. Dromen durven doen. Droom durf doen. Het ziet er dus naar uit dat dat er iets aan de hand is bij jou, in je hoofd en in je hart. Ik
zet deze ietsje zachter, want ik kom er niet helemaal bovenuit. Een wens, een droom die je hebt, maar je bent bang sowieso om daar stappen in te zetten. Dus het kan zijn dat je iets heel graag wilt, echt heel graag, maar je bent bang dat het niet gaat lukken. Je bent bang dat, dat je het niet kunt, dat jij het niet kunt, dat jij niet in staat bent om, dat, om die droom te verwezenlijken. Terwijl wat jouw waarheid is, wat jij denkt en wat jij gelooft, dat is ook de waarheid voor jou. Dus als jij dat, als jij die angst die je hebt, het is echt heel menselijk, want we hebben allemaal al die angsten die vanuit het ego komen, die ons weerhouden om eigenlijk onze dromen achterna te gaan. Maar als jij je bewust wordt dus van die angst, als jij je bewust wordt van het feit dat je gaat zien van inderdaad, ik ben bang om dat te doen, ik ben bang om die stappen te zetten, of ik probeer wel van alles, maar ik zie nog niet dat het in mijn leven gebeurt wat ik graag wil dat er gebeurt. En ik doe er echt mijn best voor, maar het gebeurt maar niet. Geef het tijd. Kwam er daarna uit bij de visualisatiekaart. En kijk, dromen, durven, doen. Het begint allemaal, alles, al je wensen, verlangens, dat begint met een idee, met een gevoel. Met een verlangen in jezelf dat je denkt, dat zou ik zo graag willen. Dat wil ik zo graag. Maar gaat het wel lukken? Hoe ga ik dit doen? Allerlei angsten die dan in je hoofd naar boven komen. Waardoor je vaak bepaalde stappen dus ook niet gaat zetten. Of denkt van, ik wacht nog wel even, want ik ben er nog niet klaar voor. Of ik heb nog niet genoeg geld om dit te kunnen doen. En daardoor blijf je in hetzelfde patroon. En gebeurt er ook niks. En wat de boodschap hieruit is, visualisatie is echt super sterk. Is iets wat in mijn leven echt al heel veel dingen gebracht heeft. Door er puur over te fantaseren in je hoofd, dat het er al is. Ik heb dat trouwens, ik heb dat vaak ook met jongens in mijn leven gedaan. Met relaties die ik uiteindelijk kreeg. Als ik iets wilde, dan deed ik alsof het al zo was. En uiteindelijk gebeurde dat ook. En dat, kijk, dat die relaties allemaal uiteindelijk niks zijn geworden. Het was eigenlijk niet... nou ja, het was wel mijn pad. Want in die relaties heb ik superveel geleerd. En uiteindelijk was het nooit de ware. Maar als ik die relaties niet gehad had, was ik nu niet... zover als dat ik nu ben, zeg maar. Qua bewustzijn, qua hoe ik in het leven sta, qua hoe ik mezelf heb leren kennen, zeg maar. En mijn wensen en mijn dromen en wat ik wel wil en wat ik echt helemaal niet meer wil. Dat heb ik juist geleerd door al die relaties. En niet alleen relaties, ook een huis waar ik in gewoond heb, heb ik gevisualiseerd in mijn hoofd. Hoe ik graag wilde dat hij eruit zag. En uiteindelijk is dat op mijn pad gekomen. Ik heb het heel vaak in mijn readings over de wet van de aantrekkingskracht. Omdat ik daar gewoon echt heilig in geloof dat het zo werkt. En als je daar dus nog niks van weet, ga er alsjeblieft wat meer over lezen. Want alles begint dus met je gedachten. Hoe je denkt, waarover je denkt. En visualisatie. Hoe meer jij je richt, dus alles waar jij je aandacht op richt, dat groeit, dat... Dat wordt uiteindelijk je werkelijkheid. Dus als je veel negatief denkt, krijg je ook negatieve situaties. En daarom denken mensen ook vaak die misschien heel negatief denken en dat zelf niet doorhebben. Want ik heb dat ook heel erg gehad.
En dan kom je in een soort van slachtofferrol, omdat je elke keer bepaalde dingen in je leven aantrekt of bepaalde situaties gebeuren er. Waarbij je denkt van waarom gebeurt mij dit nou elke keer en waar heb ik dit aan verdiend? Ik doe zo hard mijn best, ik ben zo veel goeds aan het doen, maar ik krijg er nooit voor terug wat ik eigenlijk verlang. Kijk, in mijn geval was het vooral dat ik me heel erg op de buitenwereld richtte en dat ik daar hele goede dingen tussen haakjes, ik was met iedereen buiten mezelf altijd bezig. En terwijl ik zelf ontvangen, dat deed ik helemaal niet, want ik vond geven heel fijn, toen voelde ik me belangrijk en ja, complimentjes en dat soort dingen van mensen, dan werd ik blij en dan dacht ik, yes, ik doe het goed. Terwijl ik voor mezelf, was ik helemaal niet bezig met wat ik zelf nou wilde. Kijk, dat is eigenlijk wat hier uit deze hele reading naar voren komt. Want de laatste kaart was ontwaken. En wat daarnaast uit naar buiten kwam is, the answer is yes. Die dromen, die verlangens die jij in je hoofd hebt of wat je aan het proberen bent voor jezelf voor elkaar te krijgen op de een of andere manier. Of je bent er alleen nog maar over aan het... Dat je er wel over nadenkt van, oh, ik zou het graag zo of zo of zo willen. Maar je gelooft nog niet dat het überhaupt zou kunnen. Of je hebt gewoon totaal geen idee hoe dan. En als je deze reading luistert, dan ben je wel al een soort van bezig met bewustzijn. Zelfontwikkeling. Want horoscopen en tarot readings... Dat gaat allemaal over zelfinzicht, om inzichten voor jezelf te krijgen. En ontwaken is dus ook ontwaken uit die illusie waar je in leeft. Ga kijken naar waar jij je op focust in het dagelijks leven. En waar jij je aandacht op richt en hoe jouw gedachten zijn over de wereld en over jezelf. En als dat allemaal heel negatief is, dan kun je ook je dromen niet uit laten komen. Want dan zit je op de lage frequentie. En dan trek je aan de dingen. Je krijgt gewoon letterlijk terug wat jij denkt. Echt waar. Als je bijvoorbeeld denkt, ik ben lelijk. En ik geef dit voorbeeld, want ik heb echt heel lang toen ik in Italië woonde als stewardess... Het ging allemaal over uiterlijk. Ik heb daar 10 jaar lang gewoond en ook dat werk gedaan. En dat vond ik aan de ene kant leuk. Omdat het, je was veel op weg, onderweg en veel drinken en feestjes. En het was echt dat leventje, zeg maar. Dus dan kon je alles weer vergeten met de drankjes. maar ik was super onzeker, want ik was continu bezig met, ben ik nog goed genoeg hoe ze het hier allemaal willen zien? Hoe je eruit moet zien, hoe dun je moet zijn en bla bla bla. En ik dacht negatief over mezelf. Dus ik ben lelijk, ik ben dik, allemaal negatieve dingen. Wat gebeurde er? Daardoor kreeg ik ook letterlijk vanuit mijn omgeving reacties en situaties waarin ik bevestigd werd in mijn gedachten. Waardoor ik kon zeggen, zie je wel... Je bent ook lelijk. Ik kreeg bijvoorbeeld mensen die ook echt zeiden van... Oh Tam, je bent aangekomen. Oh Tam, dit, whatever. Allerlei vervelende dingen waarbij ik zelf weer kon zeggen... Zie je wel, het is ook zo. En sinds ik met die wet van aantrekking bezig ben... En dat is bij mij ook gebeurd dat na mijn stewardessentijd in Italië... Toen voelde ik gewoon, ik moet weg. Ik weet niet wat ik wil, maar ik weet in ieder geval dat ik hier niet meer wil zijn... Want dit is niet goed voor mij, zeg maar. Ik was ongelukkig. Ik deed alsof ik heel gelukkig was van buiten en met mijn collega's en zo, maar ik was eigenlijk helemaal niet gelukkig. Dus toen ben ik gaan reizen. En na een paar maanden was ik in Australië en toen is het dus gebeurd dat ik ben wakker geschud. Dat ik via iemand die overleden is toen... toen zijn er dingen gebeurd die ik als nuchtere Tam, want ik ben echt mega nuchter... Ik geloofde nergens in, ik lachte ook alles. Ik dacht, het is allemaal onzin, zweverig, gedoe allemaal... Maar toen, sindsdien kon ik er niet meer omheen, want er zijn echt serieus dingen gebeurd. Dingen die ik zag, dingen die ik voelde. En ik dacht, oké, ik ben waarschijnlijk onder shock, omdat deze persoon die zo speciaal was voor mij, omdat hij er niet meer is. Maar
op een gegeven moment te veel toevalligheden, te veel dingen, dat ik ook om bevestigingen vroeg aan diegene die er niet meer was. Want ik voelde gewoon echt letterlijk van, what the fuck, hij is dood, maar het lijkt wel alsof hij mij signalen geeft, zeg maar. Echt waar. Dus sindsdien wist ik gewoon, nee, dit is gewoon echt. En ik ben dat gaan onderzoeken, ik ben me met energie bezig gaan houden en ik ben daarom ook uiteindelijk holistische massagetherapeut geworden, omdat ik heilig in geloof dat, dat wij dus veel meer zijn dan een lichaam. Dat wij echt veel krachtiger zijn, dat wij uit energie bestaan en dat als ons lichaam ermee stopt, dat die energie, dat bewustzijn, wat we zijn, dat kan niet kapot. Dat blijft, dat kan nooit kapot. Sorry voor dit lange verhaal, maar ben alsjeblieft niet bang dat iets niet mogelijk is. Alles is mogelijk als jij het verlangt diep van binnen. Dat verlangen wat in jou zit, wat je voelt, en waarvan je denkt van ja, maar het is toch niet voor mij weggelegd. Dat verlangen zit er voor jou, omdat het de bedoeling is dat je daar iets mee doet. Daarom heb je dat verlangen gekregen. En dit is dus ook echt een boodschap van droom. Ga die verlangens na, ga dromen. En ga actie nemen, ga dingen doen richting die dromen. Ga visualiseren. 'S Avonds in bed, 's ochtends of wanneer je ook even tijd hebt voor jezelf, ga op de bank liggen of ga lekker zitten, ga visualiseren, ga fantaseren over wat jij zou willen. Ik heb ook een, hoe noem je dat? Hier schrijf ik alle dingen op die ik wil. En ik doe dat serieus elke dag. Nou, trouwens, soms schiet het erbij in, maar dan doe ik het de dag daarna, ga ik wel weer verder. Dat is ook belangrijk, hè? Geef het tijd. Geef alles wat nieuw voor je is en wat je dus anders wilt gaan doen dan dat je 10, 20, 30, 40 jaar op een bepaalde manier gedaan hebt. En nu wil je dat anders gaan doen. Dat heeft tijd nodig natuurlijk. Het kan niet binnen één dag allemaal veranderd zijn. Kijk, toen ik heel negatief dacht over mezelf, kon ik niet zeggen in één keer van, oké, ik ga nou in de spiegel kijken en zeggen, je bent mooi, Tam, je bent goed genoeg, je bent het waard. En dat ik de volgende dag dat dan ook geloofde. Nee, natuurlijk niet. Dat is een heel proces. Dat heeft tijd nodig. Maar je moet daar wel mee bezig blijven, zeg maar. Je moet proberen, ook elke keer als je terugvalletje hebt, ook als het over bijvoorbeeld eten gaat of verslavingen. Dit wordt een hele uitgebreide reading, maar dit is toch allemaal, dit heeft er allemaal mee te maken. Met ontwaken. Dit is het allerbelangrijkste. Ontwaken. Kijk, en hij raakt het licht aan. Ga naar dat licht toe. Ga uit de donkerte. Ga uit de angst. Je hoeft niet bang te zijn, ten eerste. Je hoeft eigenlijk nergens bang voor te zijn, want nee, dan gaat het wel heel ver, maar ik wilde eigenlijk zeggen, het is allemaal een illusie. Het leven is één grote illusie. Het is een plek waar we zijn gekomen om dingen te kunnen ervaren. En ervaren is, daar heb je je lichaam voor nodig. Om te kunnen proeven, om te kunnen zien, om te kunnen voelen. Zonder dat kun je dat allemaal niet. Maar de persoon die het ervaart, die zit in jou. Dat is het bewustzijn. Dat is die energie die je dus eigenlijk niet kan zien. Maar dit, ik hoop dat het nu, ja, ik heb misschien veel te veel gezegd, maar ik zal eventjes heel kort samenvatten wat de boodschap is voor jou die dit nu moest horen. Ten eerste, het antwoord is ja. Dus wat jouw droom ook is, wat je wens ook is, wat je verlangen ook is, wat je voelt van binnen, dat klopt. Dat wil ik je nu even zeggen. Dit is een bevestiging. Het klopt wat je voelt. Het klopt dat jij dat wenst. De angst die je voelt is heel menselijk. Want het betekent dat je waarschijnlijk uit je comfortzone zal moeten gaan om het te gaan verwezenlijken. En uit je comfortzone betekent dus ook dat je dingen gaat doen die je normaal niet doet. Of die je normaal anders deed. Die moet je nu anders gaan doen. En dat is heel lastig, omdat
het een soort automatisme allemaal is geworden. Je doet dingen op de automatische piloot als je niet bewust bent. Daarom is het heel belangrijk om, om nu bewust te worden van wie je bent, van wat je wilt, van waarom je iets wilt. En om daar actie in te ondernemen. Dus ook als je in een baan zit die je helemaal kut, sorry voor het woord, maar waar je gewoon echt eigenlijk helemaal geen zin meer in hebt, durf dan stappen te ondernemen. Durf te geloven ten eerste. Durf tegen jezelf te zeggen, oké, ik wil iets anders. Daar begint het al mee. Want vaak drukken we dat ook weg. Nee, laat maar, dan gaan we door. En dan ben je weer een jaar verder. En dan ben je weer een jaar verder. En dan ben je weer een jaar verder. En dat is zo zonde. Want het kan, je kan gewoon nu eigenlijk al beslissen van oké. En dan kun je gewoon beginnen met heel klein. Gewoon alleen maar tegen jezelf te zeggen. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet happy op dit moment. Of ja, ik heb die droom. En ik wil dat verwezenlijken. En ik wil het zo graag dat het kan. En dan pas kan het ook gaan groeien, dat zaadje wat je daarmee plant, kan dan gaan groeien tot een werkelijkheid. Maar je moet wel ergens beginnen met daar überhaupt in te geloven dat het kan. Ik zit te kijken, 20, 21 minuten ben ik al aan het lullen. Maar ik denk dat de boodschap wel over is gekomen, lieve mensen. En geef het tijd. Zie deze boodschap, deze reading, eigenlijk als een soort van wakkerschudden, ontwakingsboodschap van hey, lieve jij, ben je blij op dit moment met je leven? Zijn er dingen die je anders zou willen? Introspectie. Ga naar binnen. Keer naar binnen. Het corona is ook een tijd nu. De coronatijd waarin je ook misschien meer tijd hebt om naar binnen te gaan. Om eens te gaan kijken kritisch naar je leven. Is dit wat je wilt? Of neem je genoeg met iets omdat je denkt dat dit nou eenmaal is wat is? Want dan is het ook zo, hè? Voor jou. Toen ik geloofde dat het leven me overkwam en dat ik geluk had of ongeluk. En dat er arme mensen bestaan en rijke mensen en dat je geluk moet hebben. Toen was dat ook mijn werkelijkheid. Maar op het moment dat ik ging begrijpen dat wat ik denk, dat ik dat uitzend en dat ik dat terugkrijg. Ben ik me heel bewust gaan worden van wat ik denk. En ook over mijn uiterlijk bijvoorbeeld, over mijn zelfvertrouwen. Over alles. En als je positief gaat denken, dan komen er zo'n mooie dingen op je pad. Dan word je een soort van geholpen. Door middel van toevalligheden. Of bepaalde situaties of mensen die op je pad komen. Ja. Nou, dit was de reading. Ik zit heel even te twijfelen of ik nog een laatste kaart zal trekken. Omdat ik zoveel gepraat heb. Dus ik ga dat doen. Ik ga de reading afsluiten met nog één kaart. Op dit hele verhaal. Misschien dat de mensen afgaan. Of dat ze denken, wat de fuck heeft zij het allemaal over? Maar ik heb het vertrouwen dat wie dit moet horen, wie hiervan iets moet oppikken, die pikt dat op. En al is het maar één mens, dan ben ik super blij. Dus een laatste kaart, één laatste boodschapje voor de mensen. Dat mag ik nog meegeven. Dit is liefde. Dit is liefde. Wat die angst ook is. Of het nou over een project gaat. Over werk. Of het over liefde gaat. Of het over... whatever. Waar het ook over gaat. Probeer die angst om te draaien in liefde. Probeer
om die angst weg te krijgen, het liefdevol te gaan bekijken. En ook mededoog te hebben voor jezelf. Dus te gaan snappen van, ja, ik ben bang. En het is oké dat ik bang ben. Maar ik kies ervoor om vanaf nu, in plaats van voor de angst, voor liefde te kiezen. In plaats van in problemen of in onmogelijkheden te denken, ga ik in liefde denken. Dus in mogelijkheden, dat het wel allemaal kan. Dan wordt dat ook je werkelijkheid. Dan wordt dat jouw waarheid. En dan ga je dat zien om je heen. Als een wonder. Maar dat doe je dus zelf. We doen het allemaal vanuit onszelf, vanuit onze kern. Droom, durf en doe. Ik ga jullie verlaten. Ik ontwaken, wakker worden en ga leven. Mwah. Hele dikke kus van mij voor jullie allemaal.